Libi ko trangano, libi ko hebino, alibi lai so meni sorgu giden na insranan. No den tag you awa, e den ki sweet sranan, pi ala ya no man forgiti na pres pe umetan. Sai ni prazeri tu no mas ridi o meni war tu taki ab sale guinti uno me archi so meni ari sale u atra quevu soso sa u candu ai mi strana mi lobi. Een goedemorgen vanuit een beetje regenachtig donker Suriname. Het is vandaag vrijdag 15 november en we zijn er weer met ons programma Travas de Morning Show. Namens mijn collega Verdous doe ik u de hartelijke groeten. Degenen die vandaag jarig zijn, hiep, 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 hoeré! Degene in de gevangenis, aan u heel veel sterkte en maakt u in het vervolg toch betere keuzes. Zoals mijn t-shirt zegt, doe het! Huh? Betere keuzes maken. En die had ik een paar jaar geleden gemaakt toen mevrouw Vera, Danielle Vera, zegt: doe het, dan ga je zien. Doe het! En degene in het ziekenhuis, speedy recovery. Dat u echt heel snel weer op de been mag zijn. En degene in de hospice, ook aan u heel veel sterkte. En sterkte aan alle nabestaanden die een geliefde zijn kwijtgeraakt. Laatst ook weer twee bromfietsers, ook vreselijke aanrijding. Het houdt maar niet op. We zijn nog niet eens, ik weet niet hoeveel doden we, verkeersongevallen doden we al hebben. Het is gewoon triest. Het heeft gewoon te maken met hoe hard rij je. En heb je een helm op en verleen je voorrang. Dingen die we toch echt beter moeten doen. Nogmaals, welkom erbij. En we doen het zoals Harry Jong Looye deed. Archimang in a foto. Abrawatra. Avans peunde. Travas de Nangarazonic Media en Baru van Biggie Odi. En we gaan zo beginnen. Ik heb. Vannacht speelt Suriname overigens. Nacho speelt tegen Canada. Yee-hee. En hoe? Guess who has a card? Moi. Ik heb een kaartje. Yay! Ik ga naar Nacho vanavond. Dus ik ga kijken of ik een klein stukje live kan gaan. U weet het, maar ik schreeuw te veel. Het is mijn kraak, dus dat staan op. Maar mensen vonden het vorige keer een beetje gezellig. Dus ik zal een beetje doen vandaag om u mee te nemen naar de spannende wedstrijd van vandaag. En natuurlijk hopen we allemaal dat Nacho vandaag zal winnen van Canada. Ik denk dat we met z'n allen daar zullen zijn. En dan zullen we... en dan zullen we Nacho helemaal aanvuren. We zullen kraken, zoals ze dat zeggen in Suriname. Kraak je de man. Om te, in de hoop dat ze ver. Ik heb begrepen, gisteren was er een persconferentie. De heer Stanley Menso en de andere meneer even zijn naam kwijt. En die zeiden: we willen geschiedenis schrijven. We willen het goed doen. We willen gaan winnen. Nou, let's hope. Let's hope. In elk geval, ik ben daar. En Fuji de mama, big up van hey! Oké, dat was voor vanavond, 15 november. Het begint om 8 uur. Ik heb begrepen dat ATV, denk ik, I don't know wie, het live uitzendt. Ook via internet, I don't know of mensen in het buitenland het ook kunnen volgen. Of het op het net is, I don't know. Maar in elk geval, televisie is het wel te volgen. Vandaag gaat de zaak voor, wederom, van het gebeuren van vorig jaar mei. Ja, het gebeuren is ook niet zo'n goed woord hoor. Van de opstand vorig jaar in Peking Saron van de inheemse. De inheemse waren het zat. Die zeggen van weg, wacht even. Alles wordt hier weggedragen uit onze woonomgeving. Wij mogen niet eens naar goud zoeken, want dan worden we verdreven. Wij mogen helemaal geen enkele activiteiten hier verrichten in onze woonomgeving. Wel grote bedrijven en we zijn het zat. Ik was daar ook vorig jaar en toen hadden ze wat vrachtwagens
hadden ze tegengehouden. Ze hadden een van mij in brand gestoken. En politiebureau ook, en een politieauto. Het was een grimmige situatie. Ik was daar gegeven, moest ook een beetje wegrennen, omdat het een beetje joegoe-joegoe werd. Maar, en vandaag gaat de zaak voor. U weet, er zijn twee inheemse mannen overleden. En die vier mensen zijn voorgeleid, denk ik. En ja, de strafeis is best wel hoog. En u weet, in 2015 is Suriname internationaal veroordeeld omdat zij zich niet houden aan afspraken ten aanzien van de rechten van de inheemsen. U nogmaals de datum voor u noemen, 2015. Dus blijkbaar zijn we een land dat we eigenlijk lak hebben aan wetten en wet en recht. Zou je bijna denken als je ook nog aan het verloop ziet hoe andere zaken zijn gegaan. En in 2015 is dus internationaal Suriname veroordeeld om zich te houden aan afspraken ten aanzien van de rechten van de inheemse. Nooit iets meegedaan. Er waren zelfs een president die zich noemde de Ching Ingiboy. Ook hij heeft niks gedaan aan de rechten van de inheemse. En zij hebben aangegeven, en dat doen ze al heel lang. En dan moeten wij met z'n allen als Surinamers, alle mensen die in de politiek hebben gezeten al 80 jaren... zouden het moeten toegeven dat we niets hebben gedaan aan onderwijsachterstand voor de inheemse. We hebben niets gedaan om die achterstanden weg te werken. En nu zeg ik niet dat je een school kan bouwen op elke kleine, in elk klein dorp, want dat gaat niet gezien de populatie. Maar je zou op zijn minst in de buurt, hè, waar je maar toe kan gaan met een boot, een groter dorp, je bouwt een biggie lagere school, je bouwt een biggie mulo school. En heel veel is niet gedaan. En ze zeggen, er zijn onderwijsachterstanden. Onze kinderen gaan op een gegeven moment gaan ze niet naar de mulo-school omdat het of te ver is. En als ze gaan naar de stad, is er geen geld. Er hebben geen geld om het vervoer te betalen. Er zijn al die jaren achterstanden geweest door elke regering. Elke regering, niemand kan zeggen, we hebben heel veel daar naartoe gebracht. Je hebt sommige dorpen die nog steeds geen water en licht hebben. Nog steeds tussen 6 en 11 hebben ze een generator die werkt om zodat ze licht kunnen hebben. Ik was een paar jaar geleden, ik weet niet of het nou op Powaka was of nee, geen Powaka, ik denk een andere plek, waar we daar ook gewoon van 6 tot 11 hadden we licht en daarna was het sloes. Heb je je pech voor je gas, voor je koelkast of je vriezer, pech voor je telefoon, whatever, je kan het niet meer opladen, pas om 6 uur 's morgens weer. 6 uur 's avonds en dan om 11 uur 's avonds is het klaar. Nou, het is natuurlijk erg hè, dat wij met z'n allen het weten en DNA-leden weten, politieke partijen weten het. En die gaan elke keer om de 5 jaren, voordat die 5 jaren voorbij zijn en de verkiezingen komen, rennen ze er massaal naartoe en vragen om stemmen van de mensen. En eigenlijk is dat wat de kolonisten al hebben gedaan, is die mensen met kraaltjes en spiegeltjes voor de gek houden en voor de rest niets en dan ook niets doen op het gebied van onderwijs. Er is een enorme achterstand in ons binnenland. En Peking Saron is niet eens zo ver van Paramaribo, hè? Dat is denk ik een uurtje of zo. Ze hebben volgens mij nu wel licht, maar of was het... I don't know, maar in elk geval zijn genoeg dorpen. Dan hebben ze ook nog een tekort en inadequate medische voorzieningen. Misschien niks daar. Als je daar ziek bent, moet je echt hopen dat men je snel terugbrengt naar Paramaribo. Anders is klaar, niks. Zeg ik dat je in elk dorp dat moet doen? Nee. Maar wat ik wel zeg, als je gaat kijken naar de populatie, je gaat kijken naar waar is het grootste dorp, dan ga je daar investeren, dan ga je daar een school bouwen, dan ga je daar een RGD-poli neerzetten. Je zorgt dat daar een verpleegkundige is die goed is opgeleid. Je gaat investeren en dat is niet gebeurd. Geen enkele overheid heeft dat gedaan. En praat ik het goed dat de mensen zaken in brand hebben gestoken en een gebouw en een auto en mensen hebben gegijzeld? Absoluut niet. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet dat ik het goed praat. Echter is er ook iets dat bestaat, dat heet binnen de wet, volgens mij, redelijkheid en billijkheid. En als we alle kijken naar alle redelijkheid, zien we dat deze mannen ook daar wilden werken. We willen ook in ons woongebied kunnen, willen we ook zelf
kunnen werken om goud te zoeken of wat dan ook. Waarom mogen wij niet? Dan komen alle multinationals, bij wijze van spreken, komen wel in, op ons grondgebied. Wel in onze woonomgeving. Die doen maar van alles. En wij mogen niet. Dat is oneerlijk. Dat is, die deal zou je ook moeten sluiten natuurlijk als overheid met die multinationals. Wat ze moeten doen voor de mensen daar. Sharda zegt, Suriname is één geheel, niet alleen stad. De rest van het land moet je meenemen. In elk besluit. Andersom zou ik zeggen, begin met een nieuw dorp ergens in het midden of van nowhere. Het lijkt me beter om te gaan wonen in een bestaand dorp. Begin niet een nieuw dorp ergens in het midden of nowhere. Nee. Dus ik zeg de bestaande dorpen die er zijn. We gaan even stoppen, technisch probleem, en we zijn zo weer bij u terug. Suriname, ik kan jou niet loslaten. Suriname, Suriname, oh, ik kan jou niet loslaten. Suriname, jij bent mijn liefde, jij bent mijn kracht. Jij bent mijn aarde, mama Sranam. Jij bent mijn liefde, jij bent mijn. Ja, dankjewel. Mijn microfoon was aan het kraken en we hebben een technicus die op alles let. En ik was te veel aan het bewegen, dus we hebben het even verwisseld. Dankjewel. Julia zegt, wat een prachtige achtergrond. Dit is Kimberley Resort, hoor ik net van mijn collega. En het is een mooi land. Jammer dat weinigen de waarde ervan inzien. Zo is dat. Het is inderdaad een mooi resort. Moet ik binnenkort een keertje doen. Die ken ik niet. Goedemorgen, zegt Sergio. 16 november gaat het nieuwswijzaamsoen in. Ja, we hebben het gedeeld. Veel, even kijken. Ja. Ja, ook, ja, dankjewel Sergio. Ik heb ook dit gedeeld op mijn page gisteren. Dat jullie daar gaan zwemmen. Even terug dus naar het onderwerp. Dat we zeggen, onze inheemse broeders en zusters krijgen heel weinig aandacht. Het is al jaren zo. En daarbij moet ik ook zeggen, en dat moet ook worden meegenomen, dat je soms kapiteins en gramangs hebt die ook tegen een betaling sommige dingen toestaan, wetende dat het niet goed is voor het dorp of voor hun mensen. Ook dat is waar. Hè? Dat je dus los van dat die overheid een taak heeft naar de inheemse, hebben de inheemse zelf natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. En als je dan hebt dat een kapitein of een zo dingen toelaat waarvan je weet van dit klopt niet, dan ja, is het natuurlijk jammer. En zoals ik al zei, hè, dus we hebben onderwijsachterstanden daar. We hebben inadequate medische voorzieningen. Elektra, van 6 tot 11. Milieuvervuiling. Vergiftiging van hun wateren. Men gebruikt nog steeds kwik. En u weet, de inheemse en de marons die leven van hun visvangst en zo. De wateren, ze maken, ze koken ze mee, ze wassen hun kleren. Dat is eigenlijk hun, how do you call it? Ja, hun SWM, zeg maar. Hè? Omdat wij ook nooit hebben geïnvesteerd, ik zeg wij voor het gemak, maar anomie. Maar goed, geen enkele overheid, geen enkele regering, geen enkele politieke partij die nu aan de macht is, die toen aan de macht was, al deze afgelopen jaren weinig hebben gedaan aan om ontwikkeling te brengen daar. En dan hoor je ze allemaal die terug willen komen en die willen blijven, denk ik, om wat te doen dan? Om wat te doen? Eigenlijk is het van de gekken. En zal ik u nog sterker vertellen? Als we horen dat we allemaal praten vol trots dat we carbon credit negative zijn en dat we 93% van ons bos van het land bos is en nog prima in staat is, aan wie hebben we dat te danken, denkt u? Aan de mensen in Paramaribo? Aan de mensen in het parlement? Aan de mensen in de regering? Aan onze inheemse broeders en zusters en de Marons, die niet als à la dol zijn gaan kappen. Zij hebben hun woonomgeving en leenomgeving hebben gereserved. Hebben het goed bewaakt, hebben goed voor gezorgd. Hebben geen dingen weggekapt die niet nodig waren. Wat ze nodig hadden, puur om een
koreaaltje te bouwen. Dat halen we weg. We gaan naar daar weg. We gaan laten dat even weer rusten. En we gaan dan verder naar de andere kant, zodat dat weer kan groeien. Dit wat wij doen van die carbon credit. Oh, we gaan naar allerlei kopvergaderingen en trots vertellen. Mogen we toch niet vergeten dat het onze broeders en zusters zijn, hè? Daar. Die het hebben gekoesterd. Eigenlijk toch, ik bedoel niet eigenlijk, zij hebben het gekoesterd. Zij zijn niet à la dol gaan kappen en toestanden gaan doen. Ik vloog laatst vanuit Barbados naar Guyana en van Guyana naar Suriname. En Guyana is nog helemaal, helemaal groen. En ik heb natuurlijk niet alles kunnen zien van Guyana, maar binnenvliegende naar Suriname zeg je toch heel veel kale plekken hoor. En vies water, bruinig, een soortachtig water. En dan denk ik, ja, wij kappen ook volgens mij maar à la dol. Alhoewel men zegt, nee, dat valt helemaal reuze mee. Dat weet ik niet, maar... Wat is natuurlijk wel aan hun te danken, you have to give respect, who deserve respect, dat dit onze binnenlanden zo goed zijn bewaard, hè? En intact zijn gebleven. Niet vanwege Paramaribo en hun visie, hè? Laten we dat even helder stellen hier. Even helder, dankzij onze inheemse broeders, dankzij onze Maron broeders en zusters en inheemse zusters ook, staat ons binnenland nog zo mooi ervoor. Hebben ze niets vuil gedaan en zo. Hebben alleen maar gebruikt wat ze nodig hebben. Ben ik tegen ontwikkeling? Helemaal niet. Maar laten we vooral niet doen alsof wij er zo goed voor gezorgd hebben. Hè? Want dat is absoluut niet waar. Sjarda zegt, als de binnenlandse bewoners nu nog niet inzien dat ze alleen maar voor stemvee worden gebruikt, dan weet ik het ook niet meer. Nog een compliment aan mijn collega. Een mooi achtergrond. Dankjewel. Kimberly Resort. We maken reclame, dus dan ga ik binnenkort vragen of ik gratis mag. Meneer Antoon. Dan moet ik hem zijn telefoonnummer hebben. Of van Salman? Oké. Kimberly Resort. Juist, dankjewel Sjarda. Ze hebben het oerwoud gepreserveerd, inderdaad. They kept it good. Ze hebben er goed voor gezorgd. Ze kappen niet à la dol, schieten niet à la dol. Ze doen alleen wat ze nodig hebben. Gaat u een jungle toch doen? Ze weten van alles, welke bloem, welke plant, wat er gebruikt wordt. Blijf daarvan af. Dat moet je niet doen, dat moet je niet eten. Ze hebben het bewaard en gebruikt voor daar waar ze het voor nodig hadden. En ze hebben er geen misbruik van gemaakt. Wat hebben wij met z'n allen gedaan? We zijn er naartoe gegaan en we hebben de misbruik gemaakt. Sterker nog, we hebben helemaal geen respect gehad voor hun woonomgeving en leefomgeving. We kappen, we gebruiken kwik, we vervuilen de hele toestand. En zoals ik al eerder heb gezegd, ook kapiteins en gramangs hebben aan meegewerkt. Laat ik het even duidelijk stellen, om hun eigen woon- en leefomgeving te vernielen. Maar dat is wat wij gedaan hebben. En nu rennen we overal in de wereld en vertellen we vol trots... Het weet het groenste land zijn ter wereld. 93% van ons is oerwoud. Is groen. Ne? En carbon credit negatief, dat zijn wij. Een van de drie landen, volgens mij waren wij... Top drie landen van de hele wereld is Suriname één van... ik ben eventjes vergeten wat. Dus nu laat dat, skip dat, want ik weet niet meer waar het over ging. Maar dit hebben wij te danken nogmaals aan de mensen die daar wonen. Dus wanneer we mensen beedigen of tot ridders en weet ik veel wat maken, laten we dat ook doen daar. En zeggen van, hey, dank jullie wel mannen en vrouwen. Jullie hebben het hier bewaard. Jullie hebben het niet vernietigd. Dus al het geld dat we gaan krijgen nu, daarvoor moeten we als eerste gebruiken daar besteden aan jullie. Want jullie hebben een good job gedaan. Dus zometeen kunnen we allerlei dingen gelden krijgen van landen. Als ze het goed doen, hè, want je moet ook weten hoe je het aanvraagt en dat soort gein. Dan zouden we toch een groot deel van moeten aanwenden om onze broeders en zusters daar in de verre binnenlanden te helpen. Dat is niet gedaan, hè? Ik zeg u toch, je gaat gewoon, je hebt elektra en van 6 tot 11. Gewoon van 6 tot 11. Generatoren. Water. Ik ben geweest naar Peking Slee. Ik weet niet hoe het er nu uitziet. Maar toen hadden ze twee grote, hoe heet die dingen? Duro tanks. Die hadden ze daar. Alles was mooi gedaan. Maar het is niet werkbaar. Het staat er gewoon voor de sier. Dus we gaan. Stadsmensen gaan.
betalen ook een paar kapiteins en basjas en Sani, Gramankane. En zeggen we brengen ontwikkeling, om vervolgens helemaal geen ontwikkeling te brengen. Hebben misschien gelden gebruikt, fondsen gebruikt, hebben daar wat moois neergezet en verdwenen weer. En dat is wat we gedaan hebben met onze broers en zussen in het buiten, in het binnenland. Milieuvervuiling. Kwik is volgens mij verboden al om en lange. Het wordt nog steeds gebruikt. Geen enkele overheid gaat erachteraan om te zeggen, nee, dat kunnen we niet maken, want het is slecht voor het milieu en slecht voor de gezondheid van mensen. Julia zegt, wat ik echt erg vind is dat mensen voor ontspanning op de oeroldieren schieten. Is dit intelligentie? Is dit perseverance? Want de mensen in de binnenlanden, dus de inheemse en de marons, die schieten alleen dat wat ze nodig hebben om te eten. Ze gaan niet van alle dol zitten ecogonoden. Ze gaan vogels schieten. Nee, dat doen ze niet. Die hebben nog echt respect voor de natuur. Een paar nagelaten natuurlijk, zoals ik al zei, die geld hebben genomen om zaken door te drukken. Maar de Indianen, toen ik was laatst bij New Aurora, dacht ik. En toen legde de gids ons uit dat toen de slaven waren gevlucht in de binnenlanden, dat de inheemse ze hebben geleerd hoe ze een koriaal moeten maken. Dat is prachtig, dat hebben de inheemse geleerd. Ze gebruiken een bepaalde soort boom, ik don't know hoe het heet. En die alleen gebruiken ze om hun koriaal te maken, omdat die goed zit in het water. Ze gebruiken alleen maar wat ze nodig hebben om te overleven. Julia zegt, alsof dat niet genoeg was, hebben ze nog buitenlanders binnengehaald om mee te werken aan het ontbossen en vernietigen van ons prachtig natuur. Ja, dus als u ziet, als u op de weg, volgens mij is het richting Domburg, denk ik. Richting Atjoni ook. Dan zie je vrachtwagens na vrachtwagen vol met boomstammen vertrekken. I don't know where. Want hier doen we niks. Hè. We verwerken geen enkel materiaal, ook zoiets achterlijks. Alles wordt wordt verscheept. Geen enkele overheid heeft gedacht, no, wacht even broeder. Hier ga je dat ding moeten verfijnen, hier ga je het moeten maken, zodat dit zorgt voor werkgelegenheid. Ja? En onze producten hier worden gemaakt. U gaat moeten investeren, u wil hout kopen, dit is wat we van u vragen voordat we u toestemming geven. Bouwt u hier een fabriek om de zaak hier te verwerken, zoveel mogelijk hier te verwerken. Hebben we niet gedaan. We hebben nog steeds gebruiken kleinschalige goudzoekers, nog steeds kwik. En we vernietigen onze binnenlanden alsof het helemaal niks is. Shara zegt, klopt, de Indianen, de inheemsen, gebruiken enkel wat ze nodig hebben. Totaal in harmonie met de natuur. Ja. En daarom kunnen we zeggen, hebben we zo'n mooie natuur in de binnenlanden. Dat moet te danken, ik zal het herhalen, aan die mensen. Aan de mensen, de inheemsen, de binnenlandbewoners, de marons. Dat onze natuur er nog zo mooi zit, dat onze rivieren er nog zo mooi zijn. Als je gaat naar het resort, waar je bijvoorbeeld in Anola Resort, waar je gewoon kan zitten op je balkon en je ziet gewoon de aapjes voorbij gaan. En dat vind ik zo mooi. Ze hebben gezegd, we gaan dit zo houden, we gaan geen enkele boom hier weghalen, want hier komen de aapjes om hun maripa of zo heten, denk ik, te eten. Eén met de natuur. We mogen ontwikkeling brengen, maar we gaan niet vernietigen. En de stadbewoners, weet ik, Shara, die doen dat schieten. En dat zijn de vernietigers. Dat moeten we gaan erkennen. Dus, ik zei wel, in 2015 is Suriname internationaal veroordeeld omdat ze zich niet houden aan de verdragen om de inheemse en de Maronbroeders hun rechten. Dat hebben ze niet gedaan in 2015. We zijn nu in 2024. Ze doen als ze gek zijn. Niemand is die er iets van zegt. Af en toe hoor je de inheemse en de Maronbroeders erover zeggen. Je had ex-minister Missy Jan. Die was een advocaat en een van de mensen die voor de rechten opkwam. Hoor je ook helemaal niks meer over. Je had ook nog de ex-DNA-lid. Ik denk Hugo heet die, Jabini. Die daar ook voor opkwam. Ook daar hoor je vrij weinig over. Er zijn een paar jongen die zeggen we gaan het weer oppakken. Maar het zijpelt elke keer. Het stuit ergens bij, ik denk, belangen
dat mensen niet willen meewerken om de zaak daar echt nou in ontwikkeling te brengen. Zoals ik al zei, je kan niet in elk dorp een school bouwen vanwege misschien een te kleine populatie. Dus dat gaat niet logistiek-wise, niet handig. Maar wat je wel kunt doen, dat je in een groter dorp ervoor kunt zorgen dat alle omliggende kleine dorpen kunnen komen, hun kinderen naar school kunnen gaan, dat je daar op zijn minst een MULO-school hebt. En als je dat niet hebt, dat je in de stad zorgt voor goede internaten, betaalbaar, dat ze ook die mensen, onze mensen, die mensen klinkt zo lelijk, dat we onze broeders en zusters uit het binnenland ook een opleiding kunnen volgen, ook naar school kunnen gaan, ook gelijke kansen krijgen. Niet gedaan door niemand. Volgend jaar zijn de verkiezingen. Ik ben benieuwd wie gaat naar het binnenland. Eigenlijk moet ik de politieke partijen volgen die gaan naar het binnenland. Om daar te vragen, oké, wat heeft u toen de afgelopen 5, 6 jaar gedaan? Aantoonbaar. Waarom? Je moet terugkijken om te weten wat heb je voor mij gedaan. We hebben nog steeds ook een situatie zoals met een Tigri. Welke politieke partij heeft dat hoog op de agenda staan? Welke politieke partij heeft grondrechten hoog op zijn agenda staan? Is naast om na te kijken voor de mensen. Gaat u naar welke politieke partij heeft dat? Vinden ze het belangrijk? Nee, men vindt het helemaal niet belangrijk. Men wil geen ontwikkeling brengen. Die kant op. En zo gaan we maar verder. En doen we onze eigen mensen tekort. Hè? Zijn we ook net geworden als de blanke overheersers. Dat we onze mensen daar achteruit stellen. Suriname is bijna 49 jaar in zeil. En dit is gedaan door Surinamers in hogere posities. Door Surinamers zelf. We kunnen niemand anders blamen dan onszelf. Helemaal waar, Sjarda. Zeil betekent dat je geen winst binnenhaalt. Je gaat enkel alleen achteruit. Ik zou deze lui aanklagen. Ja, en dat is ook eigenlijk een beetje verwonderlijk dat ook de Surinamers zelf, hè, dus de mensen die hier wonen, die het ook accepteren. Of vanwege gebrek aan kennis, gebrek aan interesse voor de mensen daar. We hebben jarenlang, ik als kind weet ik dat niemand naar het binnenland ging. Wat ga je daar doen? Dus een beetje dom volk. Zo hebben we gekeken naar de mensen. En mensen moeten we niet ontkennen, zo keken we naar de mensen. Niemand ging naar het binnenland, wat gaan we daar doen? En uiteindelijk hebben we de pracht en praal ontdekt van onze binnenlanden. Die door de mensen daar is gekoesterd. Hè? Die hebben het gekoesterd, hè? Niet wij. Want als het aan ons ligt, dan gaan we daar weer bouwen, die weer bouwen, dat die weer sloop, alasani. Dat is helemaal aan hun te wijten. En ik denk dat we ze ook die grani moeten geven. Pikin Saron vorig jaar, helaas, is dat helemaal uit de hand gelopen. Vandaag gaat de zaak voor. Eis is best wel hoog, 15 jaar, maar mij 34 jaar, wordt er geëist voor de twee mannen die terecht staan. De inheemse hebben een bericht geschreven en vragen om begrip voor de situatie. Die zeggen eigenlijk, een inheems collectief Suriname. Ze zeggen, het zijn 6 jonge mannen die vandaag weer voor de rechter moeten staan. En waarschijnlijk wordt vandaag het vonnis geveld. En zij zeggen ook, de leefomstandigheden van anno 2024 zijn onderhevig aan allerlei vormen en discriminatie. Onrechtvaardig handelen van de Surinaamse overheid. Als eerste bewoners werden we door de kolonialen verdreven van de kustvlakte naar het binnenland. En na de onafhankelijkheid hebben alle regeringen discriminatie en onrechtvaardig gedrag voortgezet. Middels onderwijsachterstanden, wat ik al zei, medische voorzieningen, gebrek aan duurzame economische ontwikkelingen. Praat het het goed dat ze gedaan hebben om dingen in brand te steken? Nee, maar als je dus gaat kijken naar de reden waarom dit zo is geëscaleerd, dan kun je bijna zeggen, je hebt er begrip voor. Is het goed te praten? Nee. Mag je mensen gijzelen? Nee. Je kan mensen niet tegen hun wil vasthouden en ze bedreigen en allerlei dingen doen vanwege je emoties en boosheid. Dus dat kunnen we ook niet goed praten. Dat zeggen wij ook niet hoor, dat we dat goed vinden. Echter zijn er omstandigheden die leiden tot bepaald gedrag.
En als we deze jonge mannen veroordelen, zouden we ook de staat Suriname moeten veroordelen, die internationaal al veroordeeld is. En zeggen, Suriname, jij hebt je ook helemaal niet gehouden aan afspraken. Je bent veroordeeld, die mensen hebben rechten. En je vertreedt ze keer op keer. Je hebt er gewoon lak aan, om het juist een goed woord te gebruiken. En Suriname zou terecht moeten staan, ook vandaag in de rechtszaak. En ook zij zouden het van ons moeten horen. Van u heeft uw taak verzaakt, u heeft nagelaten te zorgen voor uw eigen mensen. En u heeft gezorgd voor vernietiging, voor vergiftiging. En dat heeft geleid tot een enorme escalatie. Als ik elke keer word geslagen door Verdoos, bijvoorbeeld. Nou, elke keer... En elke keer geeft hij me een map. En dan kom ik een keertje binnen. En dan gaan we een biggie plangen. En nakking. Dan zeggen ze, ja, dat mag niet. Die nakken maar een hersenschudding. Maar dan gaan we kijken, als een goede advocaat. Maar hoe komt het dat ze in één keer is binnengekomen met een plank voor nakaman? Want hij heeft al die tijd, heeft hij er iedere keer gemapt. Geschokt, gemapt. En nu is afgelopen, kon dan gaan we plangen. Dus je moet ook naar de omstandigheden kijken. En dat zal een rechter ongetwijfeld doen. Die geleid hebben naar deze escalatie. Jammer, twee mensen zijn doodgeschoten door agenten. Ook daar loopt nog een rechtszaak tegen. Omdat de mannen al geboeid lagen. En de kogelingang, zeg maar, liet zien dat ze op hun rug, volgens mij, op hun buik lagen. Dus ook dat is een gedoe. Waren de agenten boos? Want jullie hebben mij, hoe gijzel u ook toen al, of hoe vernietig een politiegebouw, hoe vernietig een auto. Emoties, emoties, emoties. Maar we moeten naar de oorzaak gaan kijken. Hoe komt dit? Hoe komt het zover dat mensen zodanig tekeer zijn gegaan dat ze hebben gedacht, we gijzelen helemaal de boel hier, want we eisen het nu. We barricaderen de weg, we zijn het klaar mee, we zijn het zat. En als die mensen het zat zijn, want over algemeen genomen, zijn de inheemse mensen en de Marons niet zo strijdvaardig, hoor. Dat ze ruzie komen zoeken, dat doen ze niet. Dus laten we hopen dat het met coulantie wordt gekeken naar de situatie, met begrip. En dat de Surinaamse regering ook hand in eigen boezem gaat steken en zeggen, we moeten hier aan werken. Julia zegt, ik bid dat ze worden vrijgelaten. Als de inheemsen zich niet achtergesteld voelden, was dit nooit zo ver gekomen. Tries, laat deze zes jonge mannen go. Let them go. Sharda zegt, wanhoop kan tot allerlei ellende leiden. Zo is dat. Niemand luistert naar deze mensen, naar onze broeders en zusters. Het zijn onze mensen ook. Hè? Het zijn de eerste Surinamers en daarna de Marons, de tweede, om het zo te zeggen. Ik zou als advocaat ook de staat in gebreken stellen. Zij hebben bijna niets geïnvesteerd in deze gebieden. Helaas ben ik geen advocaat. Nee, maar dat zeg ik ook. Dus je zou als staat, zou je ook eigenlijk, zouden de inheemse, de staat Suriname, wederom moeten aanklagen voor neglect, voor het hun bewust achterhouden. Dat is bewust achterhouden. Geen investeringen doen, geen ontwikkeling brengen naar de binnenlanden, omdat het misschien logistiek te ver is. Oké. Dat je over heel veel water moet, oké. Dan ga je naar een dichtstbijzijnde grote dorp kijken. Dan ga je daar je zaken doen. Of je zorgt dat er voldoende internaten zijn in Paramaribo die de kinderen kunnen opvangen met hun eigen mensen misschien. Zodat ze daar ook die ontwikkeling krijgen. Dat ze ook de gelijke kansen hebben. En het is natuurlijk een naïef te denken dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat is helaas niet zo in de wereld. Maar op zijn minst kun je je best doen als Suriname, als overheid, om te zeggen, wij gaan ervoor zorgen dat onze broeders en zusters uit de binnenlanden in elk geval ook de gelegenheid krijgen om te studeren. En het was vroeger het internaat aan de Koppenamenstraat. Daar had je een internaat. Die is in totale verval. Als je dat ziet, ik weet niet of we foto's een keer kunnen laten zien, maar die ziet er echt niet uit. Dat is onderhoud, zoals we dat zo vaak zeggen hier. Onderhoud is behoud. Kijkt u naar onze overheidsgebouwen, ook naar dit internaat. Ik weet niet hoe het heette. Het was naast het Natin, denk ik, is het een groot internaat bestemd voor jongeren uit het binnenland, zodat ze een plek hebben waar ze kunnen wonen en ook de gelegenheid hebben om naar school te gaan. Het is leeg, het wordt niet eens meer gebruikt. Het ziet er niet uit. Ik hoorde vorig jaar, of begin dit jaar was het, toen ik was gegaan om, dat ik zag dat, hoe noemen ze dat? De
De leerkrachten die naar het binnenland gaan, die moesten daar verzamelen, zeg maar. En daar werden hun spullen ingeladen in bussen. Dus ik ben daar gaan kijken om te zeggen, want ik ben op zoek naar een plek voor crisisopvang. Om te kijken, kunnen we gaan beginnen ergens? En ik dacht, hé, dit is een mooi plekje. Maar zeggen ze, nee, het behoort tot het Minhof en we gaan het weer nieuw leven inblazen. Nog niks gezien. Helemaal niks. De mens zal nooit afstand doen van het echte lijden. Dat wil zeggen, van verwoesting en chaos. Dat is immers de enige oorzaak van het bewustzijn. Mensen, ja, meneer Prakas zegt dat. Ja, en we hebben nogmaals weinig ontwikkeling gebracht. Er was een internaat. Ik denk één. Ik weet niet van een andere. Dat moet ik gaan uitzoeken. Ik ken één. Een grote aan de Koppenamenstraat. Of hoe heet het nu? De Jagernat Lachmanstraat. En dat was gebruikt, werd gebruikt om onze broeders en zusters uit de binnenlanden op te vangen. Zodat zij ook de gelegenheid hadden om te kunnen gaan naar school. Omdat het te ver was vanuit het dorp. En nogmaals, logistiek-wise kun je niet in elk dorp een school hebben. Dat gaat niet werken. Nog zoals zei waarom. Maar werk toch tenminste eraan. En helaas, helaas, helaas hebben wij gezien dat het daar geen ontwikkeling is gebracht. 2015, het gaat weer het jaartal herhalen. En dan hebben we mensen natuurlijk gezegd, ja, waarom moet je terugkijken? Hierom moeten we terugkijken. Precies hierom moeten we terugkijken. 2015, mensen. 2015. Is er een tsunami internationaal veroordeeld om het vonnis tot uitvoer te brengen? Niemand doet er wat aan. Niemand doet er wat aan. 2015. Dus wanneer je mensen hoort schreeuwen in het parlement, oppositie, zowel coalitie, denk ik, hou vooral je mond, zeg ik. Hou vooral je mond, want wat heb je gedaan hieraan? Heb je het iedere keer op de agenda geplaatst? We mogen onze inheemse broeders en zusters niet vergeten. We mogen onze Maron broeders en zusters niet vergeten. En we moeten toegeven, we hebben geen ontwikkeling gebracht. We moeten toch toegeven dat we ze hun leef- en woonomgeving vernietigen. Doordat we grote internationals daar laten gaan om weet ik veel wat te zoeken en te doen. Kleinschalige goudzoekers, Brazilianen, Haitianen, Colombianen, Surinamers. Ook de eigen Marons doen dat doen. Die zeggen van ja, als we de internationals komen om hier te vernietigen, ons in zijn leven omgeven, dan gaan wij ook mee, dan gaan we ook zoeken. Want ook wij willen geld hebben. Dus dat is wat er gebeurt. En dat is echt een... Er was ook een internaat onder leiding van mevrouw Kalender. Ik kijk naar mijn collega. Weet hij dat? Nee, weet ik niet. Mevrouw Kalender is zeker een inheemse naam, denk ik. Maar er was ook een internaat. Die ken ik niet. Virginia, waar stond die dan? En dat is jammer. En eigenlijk mogen wij zelf ook, mensen die in de media werken, ook meer aandacht besteden aan dit onrecht. Want het is onrecht, hè? Het is echt onrecht wat er gebeurt. Maar ja, omdat je in de stad woont, je maakt het niet mee, je bent daar, het is de ver van je bedshow. Dat is geen excuus overigens, laat me dat even haasten om te zeggen. Maar het wordt, anodina jume fodoro, het is ver. En dan, als je daar bent, dan kijk je naar de leefomstandigheden. En willen ze allemaal wel een wasmachine? Nee, dat willen ze misschien helemaal niet. Maar ze willen wel de gelegenheid hebben om te zeggen, oké, die mogelijkheid moet ik hebben. Ik wil naar school kunnen gaan. Maar ik kan niet naar school gaan, want ik moet helemaal op. Deze naam zeg ik altijd verkeerd. Kwasamalamutu? Kwama? La? Kwama la samutu? Ja. Zo ver in het binnenland. Kabalebo helemaal ver. Apura helemaal ver. Hebben ze op Apura echte scholen. Niet eens, Apura was de bedoeling dat we daar een tweede stad zouden gaan bouwen. Volgens mij toen de militairen kwamen is dat gestopt. Men heeft alle ontwikkelingen daar gestopt. Is verder niet mee gegaan. Niemand daarna heeft het opgepakt. Ook die kleine Ingi Ching Ingi Boy. Ga ik het zeggen, mensen mogen boos worden. Dat president Sakarin zegt, niet op Ching Ingi Boy. Sa op Ching Ingi Boy doe voor ontwikkeling. Sa Finichan doe voor ontwikkeling. Sa Wijnenbos doe. Sa Chan doe. Ontwikkeling voor Tjad en voor Go op zijn minst proberen doen. Maak wat zo de zogenaamde schijnbeweging. Nee, we hebben onze mensen in de steek gelaten. Zwaar in de steek gelaten, overigens. Zwaar in de steek gelaten. Dat ze nu nog moeten vechten om hun rechten. Terwijl er internationale uitspraken zijn gedaan. Het is gevonnist. En u doet het gewoon niet. Is toch te geest?
Nee, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En ik schaam mezelf voor dat ik er zelf ook zo weinig aandacht voor heb gevraagd en mee bezig ben geweest. Ook ik doe mijn hand in eigen boezem steken en zeggen van ja, hier kan je veel meer aandacht voor vragen. Het moet, het moet, het moet. Als ik me druk maak over de seniorenburgers, mensen met een beperking, is dit ook een belangrijk onderdeel. Dat we zeggen, dit kan gewoon niet dat we zo omgaan met onze mensen daar. En Sharda zegt, ik vind deze bewuste misleiding van alle kabinetten van het binnenland tot nu toe zo vernederend en verachtelijk is het ook. En ook misleiding van heel Suriname eigenlijk. Exactly. Ik wacht nog steeds op arrestaties van de boeven die de hoogste functies van het land bekleden en bekleden. Dat was beloofd. Ja, je ziet het hè, je kan zoveel dingen beloven. Maar waarmaken, nakomen, homaar. En als je erover praat en je wilt terugwijzen naar het verleden, krijgen sommige mensen diarree. Dan worden ze boos. Nee, dat mag je niet doen. Nee, toen hebben we het goed gedaan. Toen heb je het ook niet goed gedaan. Nee, heb je niet goed gedaan. Anders hadden mensen allang om en lange, hadden ze daar gas, water en gewoon licht de hele dag. Zoals wij. En op zijn minst, dan misschien niet de hele dag, maar op zijn minst van 6 uur 's morgens tot in elk geval 8 uur 's avonds of zo. Of 10 uur 's avonds. Niets. Dan hebben ze gewoon van 6 tot 11. Ik was daar. Of naar Peking Saron of naar Powakam, je bent de Minnesabmoro, Wam de Pesani. Hadden we gewoon van 6 tot 11. Dat was een paar jaar geleden, misschien is het verbeterd nu. Ik heb daar stage gelopen, zegt Virginia, in het, okay, in het internaat, weet niet meer de straat. En mevrouw Kalender was een donkere mevrouw. Oh, nee, ik heb niet van dat internaat gehoord, welke periode was dat dan, welk jaargetal. Internaten zijn nodig voor onze broeders en zusters. Want het zijn geen domme mensen. Die kunnen ook studeren. Laten we ze de ruimte geven. Op zijn minst de mogelijkheid bieden. En ze zeggen nee, wij zijn hier goed in het dorp. We vinden het prima. Ik ga gewoon jager worden. En ik blijf hier. Ik lig in mijn hangmat. Ik hoef jullie stress niet. Liba zijn blik podedja. Mi gelukkig ja. Prima. Maar je hebt in elk geval een optie. Maar nu hebben ze niet eens een optie. Waar moeten ze naartoe? Hoe kunnen de ouders het betalen? Hoe naar Spang? Jarenlange verwaarlozing, mensen. Ook dat hebben we gedaan. En Biggie Poika, dat was het. Dankjewel, Heidi. Zie je, maar Poika Tori. Biggie Poika was geen Peking Saron, was geen Powaka, was Biggie Poika. Daar was ik. En had je ook geen licht en water. En het is niet eens een uur van de stad, hè? Nog voor mij een uurtje van de stad verwijderd. Van 6 tot 11, 6 uur 's middags tot 11 uur 's avonds hadden we licht. Daarna niks. En dan werden ze. Abching Ingiboy had andere plannen, prioriteiten, sorry. Ondanks dat ze bedrogen uit zijn gekomen, toch de dans wat Gadjo G ding baas DDB. Ja. Belofte, belofte, belofte. Was in de jaren 70, zegt Virgin. Okay, dus die dingen hadden we wel. En daarom ben ik gezegd toch wanneer ik naar het ziekenhuis ging. Die dingen waren er wel in de jaren 70. We hebben alles kapot gemaakt. En niet wij, een bepaalde groep. We hebben die coup gehad. Militaire staatsgreep. Geen enkele revolutie was dat. Het was een militaire staatsgreep. Laten we zaken noemen zoals ze zijn. Als de Nederland zegt 1 juli slavernij. Was geen slavernij hoor. We hebben ze gewoon laten werken. Wat zijn we allemaal verontwaardigd? Laten we zuiver zijn in onze berichtgeving. En dingen zijn kapot gemaakt. Stelselmatig zijn regeringen gekomen. Niemand heeft zaken opgepakt. Met. Nu, even kijken, met nu als resultaat het kapot maken van onze binnenlanden. Eigenlijk moet ik aan mijn collega vragen, want hij heeft altijd heel veel beelden van binnenland, van Rommel Ipsa Drap, van omheen een go-to-sani naar Abong, daar heeft plaatsgevonden. En hij zegt, Sailand Internaat is tot school gemaakt. En waar was dat, Sailand Internaat? Oh, daar hebben ze een school van gemaakt. Oké. Okay. Want je had dus daar, maar er is, die ene staat nog steeds leeg hoor. De ene staat nog steeds, dit is hem. En ze gaan het nu, zijn ze het dan ook knappen? Of ze gaan het tot school maken, oké. Okay. Maar dit is niet die ene die ik bedoel. Die. Zo vlak bij het Nationaal Archief, richting Natin. Dit is op, no, die staat echt op de weg. Een heel groot internaat is het.
En dat is leeg. Inheemse kennen elke boom, elke wortel, bloem, blad, alles. Ook de marrons. Ze kennen de medicinale werking, wat je wel en niet moet gebruiken, aanraken. Keepers of the forest. En ze hebben, true, wat een mooi woord, Shada, thank you. Ik kreeg gewoon kippenvel van. Keepers of the forest, yes, absolutely. Die grani moet ik ze geven. Respect, keepers of the forest. Want ze hebben het niet kapot gemaakt, hè. Daarom hebben wij nu, oh, carbon credit negatief. Hoort u iemand ooit zeggen, dankzij onze broeders en zusters daar, in de binnenlanden? Wij moeten ze de grani geven. Zij hebben ervoor gezorgd dat we nog steeds gebruik kunnen maken van onze natuur. Ik had een inheemse buurman, zegt meneer Perkaas. Hij zei, als je met de dieren praat, praten ze met jou. En zul je elkaar kennen. Als je niet met ze praat, zul je ze niet kennen. En wat je niet kent, zal je vrezen. Wat je vreest, vernietig je. Ja, het is enorm triest, zeg maar, hoe wij zijn omgegaan met onze mensen in de binnenlanden. En heb je toevallig wat beelden over van houtblokken en vervuilen van onze water? Dat doen we en niemand treedt op. Mag niet, maar we doen het wel. Net zoals het geval. En nogmaals, het is eigenlijk een schande. Voor mij is Suriname het enige land dat het vonnis niet heeft uitgevoerd. Dacht ik hoor. Maar moet ik even checken. 2015 zijn we internationaal veroordeeld. Dat hebben we ermee gedaan. Zip, zero, nada. En de mensen moeten nog steeds vechten om hun rechten. Kan je het voorstellen? 2024. Maar dan gaan we in het parlement. Gaan we schelden. We luisteren niet naar een voorzitter. Of het nou Jannie Simons was. Of Marinus B. We luisteren niet naar onze voorzitter. We schreeuwen door de bank. We misdragen ons ik moet een goed woord zoeken. Als kleine kinderen. Hebben totaal geen respect voor het gezag. Eigenlijk moeten ze nog stampvoeten. Dan zeg ik, oh kijk nou die grote jongen. Oh man. Schreeuwen over de raarste dingen. Dan praten we nu over, ja maar die heeft zoveel betaald voor een auto. Man, bijna allemaal. Broers, zus, hou vooral je mond. Check eerst bij jouzelf, in jouw partij, zoma bij Otomoro Bunkopu en zoma erbij. Ja, dan gaan we kotakas aan Litti. Nog een focus dat je verleggen accent, dat je niet kijkt naar jezelf. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen, zoals ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen als moeder, als vrouw. Als Surinamer moet ik kijken within. Eerst daar kijken. Eerst die hand in eigen boezem steken en zeggen, oké, drap in mi befaya. En dat moeten we, heb ik nagelaten. Dit moet ik beter gaan doen. Nou, dan zie je enkele politici die zeggen, ja, sorry mensen, we hebben jullie bedrogen al die jaren. De president moet bij de volgende klimaatconferentie enkel inheemse, ja, precies, meenemen. Dan ziet de wereld het letterlijk wie al eeuwen het woud heeft gepreserveerd. Hoe de keepers of our forest waren, zijn niet wij. Er is geen enkele regering, geen enkele parlementariër. En geen enkele multinational. Die waren niet de keepers en zijn niet de keepers of the forest. Dat zijn onze inheemse broeders en zusters. En ik wil het emphasizen dat we toch echt als Suriname ook stil moeten staan en ons gaan afvragen, hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat we onze mensen zo slecht behandelen? Hoe komt het toch omdat we daar wat belangen hebben om te verdedigen? Dus we geven een tjoekoe, meka man tikka man concessie, meka vernietiga heersen drapen. Daarom houden we onze mond en doen we mee. En maken we ons niet druk. We maken ons druk om een auto die verkocht is voor 30.000 of voor 50.000. Broer, zus, ga je druk maken over wat je niet hebt gedaan in de binnenlanden. Jarenlang. 2015 is Suriname internationaal, let wel, veroordeeld. Niets is met dat vonnis gedaan, niets. Suriname, negeert het gewoon, dat was scheet. Sorry, hebben lak. En wie is er de dupe van? Onze inheemse broeders en zusters. En vandaag staan een paar, zes jonge mannen voor de rechtbank om te horen, hun vonnis aan te horen.
van na aanleiding wat er gebeurd is vorig jaar mei 2023. De opstanden in Peking Saron en het vernietigen van spullen, het gijzelen van mensen. Echter, de kruik gaat zo lang te water totdat het barst. Je kunt niet blijven pushen. Uiteindelijk gaat je meppen. Is dat goed te praten? Nee. Is het te begrijpen? Ja. Er moet er een straf komen als je dingen hebt vernield? Jawel. Als je mensen hebt gegijzeld, er staat heel zware straf op helaas, overal in de wereld. En, maar we moeten echt ook onszelf debet achten aan dit. Hè? En niet wij als collectief Surinamers, maar wel die mensen die daar hebben gezeten en die de ruimte hebben gehad om dit goed te kunnen maken. De NDP heeft tegengestemd. Waartegen? Elk wetsontwerp die ordening van de samenleving beoogt. Waartegen heeft de... Nu zegt u iets, maar ik weet niet waar ze tegen hebben gestemd. De regering bedenkt alles in gesloten kamers, zegt Raj. Er zijn een paar mensen die goede tekstschrijvers zijn. Voor de rest weet niemand iets. En dat is wat we doen. En we weten het als samenleving. We zien toch wat er gebeurt. We kunnen niet zeggen, hè. Mino katak no mino besabi. No misabi. Dus moet ik het regelmatig onder de aandacht brengen? Vind ik wel, ja. Moet ik mensen de gelegenheid geven om hun verhaal te vertellen? Ja. Als ik het niet weet, ik heel veel wist ik niet. Absoluut. Hoe zeg je dat? Ik was dan niet onvoldoende geïnteresseerd of zo. Nooit me in verdiept. Maar je nu steeds meer en meer hoort. En ik daar heb gezien en ik daar ga. Dan denk je, maar dit kan toch niet, mensen? Gaat u zich druk maken in het parlement over auto's die te goedkoop zijn verkocht? Gaat u zich druk maken over beleidsmakers die totaal niet geschikt zijn en allerlei functies krijgen? En RVC zitten, waar ze totaal geen kaas van hebben gegeten? 2015 internationaal veroordeeld. And we simply don't care. Waar hebben ze tegen gestemd? Dat heb ik gemist. Ik moet het even weten, anders zeg ik zomaar iets. En ik wil niet zomaar iets zeggen over de NDP, zonder een dingen. Waar tegen hebben ze tegen gestemd? Meneer Perkaas, even eventjes een insight. Want anders, zomaar Melissa zijn op en dan lukt met die NDP de schuld. Doe het! Doe het, zou ik zeggen, Suriname. Doe het! Kijkt u om naar onze inheemse broeders en marons. Doe het, nu! Niet doe het! We bari in het parlement, fit na makandra bijna. De zaken die toedoen, onze broeders en zusters in de binnenlanden, hebben we zwaar in de steek gelaten. We hebben ze genept. We cheaters. We hebben van ze gestolen. Hun advocaat moet met de klimaatpapieren gaan zwaaien die door de Surinaamse overheid is ondertekend. Overheid komt het niet na. Het is toch ondertekend? We hebben ons gecommitteerd aan zaken. En ik zal het blijven herhalen. We zijn in 2015, Suriname is internationaal veroordeeld om de inheemse hun rechten te erkennen. Om hun grondenrechten te erkennen. Het speelt al om een lange. Wie van onze politieke partijen heeft dit hoog op de agenda staan, de grondenrechten? Daar moet u naar kijken. En eigenlijk moeten we dan zeggen van, dan heb je het niet, dan heb je het niet het goede voor ons land. Want onze eerste bewoners hebben we gewoon opgespuugd. Dat hebben we gedaan. Bijna letterlijk. Hebben hun grondrechten gewoon verworpen, vertrapt. Onmenselijk behandeld. En we willen gaan nu naar COP 29 of zo, hoe de dingen heten. En u gaat daar vertellen hoe Suriname het groenste land is. Dankzij onze inheemse broeders en onze Maronbroeders. Dankzij hun, hè. Laten we dat ons, let it sink in. Wij in Paramaribo, in districten die Keriwanika en Para, Brokopo, ja, misschien wel, Sipaliwini, Brokopone wel. Maar wij in Paramaribo hebben er niets mee van doen gehad, hè. Dus we kunnen nu lekker leuk gaan als president en als minister en als DNA-leden ons helemaal geweldig vinden. Maar ik mis die erkenning die u geeft aan de inheemse broeders en zusters. En de Maron broeders en zusters.
Je hebt geen beelden van me, nou? Van houtblokken en zo en vuil water. Ik geef hem weer extra werk. Dus als we kijken nogmaals, wij als Suriname en ik, de volgende keer ga ik ook mensen uitnodigen om te vertellen. Dan ga ik ze ook een vraag stellen. Maar waarom hebben jullie er niks aan gedaan? Waarom heeft die kapitein van je toestemming gegeven? Om hem money aan man te zien, want dat gaan we ook doen. We gaan beide kanten bekijken. We gaan niet alleen maar het slachtoffer zijn, maar we gaan ook onze verantwoordelijkheid nemen. Als inheemse, als Maron en ook als overheid. Als we dan eerlijk kunnen kijken en zeggen, ook wij hebben verzaakt, jullie hebben verzaakt. Let's do this, let's stoppen, laten we erkennen, laten we pardon vragen. En we gaan het opnieuw doen, we gaan het beter doen. Onze broeders en zusters daar in het binnenland hebben recht ook op medische voorzieningen, op onderwijs. Op een normale, gezonde leefomgeving. Wij komen uit de stad en vernietigen het. En we praten het nog goed ook. Maar brengen verder geen ontwikkeling. Really? Is wat de kolonisator heeft gedaan. Kom met spiegeltjes en kraaltjes. En de Indianen waren zo blij, de inheemse. Oh, kijk hoe mooi. Ja, prachtig. En dan voer alles aan die voeding, man. Laten we het toch echt... beter gaan doen. Meneer Prakash, ik word nog steeds, want ik heb het opgelezen. En dat vind ik wel, ik moet weten wat u bedoelt. Ik heb opgelezen dat ze tegen hebben gestemd. Ik heb de partij genoemd. Dus ik moet toch wel eventjes van u duidelijk horen wat u bedoelt met ze hebben tegengestemd. Waar tegen? En wanneer? En we zien nogmaals ook, net als die situatie met Tigri, toch? We maken ons toch niet druk over Tigri? Regering na regering. Niemand maakt zich druk over Tigri. We maken ons niet druk. Gewoon. We maken ons niet druk. En zo, elke regering. Na regering, na regering. Pap. U heeft gezien wat Ali heeft gedaan. Ik had het filmpje moeten sturen naar mijn collega, jongen. U heeft gezien wat de president van Guyana laatst heeft gedaan. Om 5:30 morgens heeft u mensen opgeroepen om te verschijnen. Om te zeggen, hey, luister nog, zaken gaan niet vlot. Er is een achterstand. Hoe kan dit? Wie laat kwam, stond aan de gate. Hij zegt, waar is de directeur? Oh, hij is aan de gate. Waar is hij? At the gate. Ze mochten niet meer naar binnen. Hij heeft ze flink toegesproken daar. Ik heb het filmpje volgens mij gedeeld op mijn page. Ja, ik heb het gedeeld. Hij heeft ze aangesproken. Dat moeten we hebben, moeten mensen aanspreken. Als ik iets niet goed doe, moet ik aangesproken kunnen worden. Als mijn collega daar iets niet goed doet, moet ik hem ook gewoon kunnen aanspreken. Niks aan de hand. Kijk, we zijn hier. Waar zijn we hier? Look at the rapper. Gewoon vernietiging. En we zien al de boomstammen. Allemaal, kijkt u. Allemaal. En niets wordt hier verwerkt, hè? Niets, hè? Gaat allemaal weg. Gaat gewoon weg. Geen enkele regering heeft gedacht van, wacht even... Wij gaan eisen, u moet hier een verwerkingsfabriek bouwen. Anders gaat het niet weg. Anders kunt u geen concessie krijgen om te... Oh, meneer Spang. Oh, niet. Vernietigen onze bossen. En dan gaan we nu bij COP 29 doen of 28 van de Zanning. En doen geweldig, want wij zijn carbon credit negatief. En onze bossen worden gewoon vernietigd. En... Is er geluid hierbij? Nee, hè? Oké. Okay. Alwel? Nee, geen geluid. Oké, okay, dan praat ik door. Kijkt u. Let op. Zo'n vraag maar. En let op hoe lang het uitsteekt, hè? Kijkt u. Ook nog levensgevaarlijk. Kijkt u hoe ver het uitsteekt. Ziet u dat? Ziet u dat? Lak aan regels. Gewoon lak aan regels. Ik ben vorig jaar geweest, was het dit jaar, vorig jaar geweest. Om controle te hebben met politieagenten en met die mattie van mij uit Nederland. Die vrachtwagens controleert. Allemaal waren gewoon, van de 8 die we hebben gecontroleerd, waren 2 maar goed. De boomstammen die te ver uitsteken, gewoon te zwaar zijn beladen. We doen er maar een dotje. Gaat u zich daarover druk maken in het parlement? Gaat u daarover schreeuwen? Daar wil ik u nog bij staan. Zoals ze in het parlement in Nieuw-Zeeland hebben gedaan. We hebben gezien hoe de mensen, de oorspronkelijke bewoners, hebben hun eigen lied gezongen. Kijkt u hier. Kijkt u hoe ver het uitsteekt.
Ja, dankjewel. Verdoos. En zo, dit is wat wij doen. Dit is wat wij doen met ons land. We schreeuwen in het parlement en we maken ons druk over een auto die 20.000 goedkoper grote is verkocht. Shame on you, man. Kijk hier, ons mooi tropisch regenwoud. In schone lucht, de biodiversiteit in leven houden, leven op aarde mogelijk maken, klimaatverandering tegengaan en een bron van inkomen zijn. Een boom die geveld is, heeft grote potentie. Zal het verwerkt worden tot planken voor een mooie woning of tot een mooi souvenir dat ver buiten ons land ergens een tafel versiert? Wat de bestemming ook mag zijn, de weg ernaartoe vraagt zorgvuldigheid en expertise. Na de velling van de boom in het bos wordt de stam via de kortste weg uitgesleept. Bij voorkeur met een skidder en een winchkabel, omdat die de minste schade brengt aan de omgeving, maar sommige bedrijven gebruiken hier ook excavators voor. Voor een efficiënte uitsleep, waarbij onnodige bodembeschadiging wordt voorkomen, moet alle wortelaanzet, knoesten en takken glad van de stam afgezaagd worden. De sleeppaden moeten zo recht en mogen niet op een helling lopen. We zien het. De stammen worden gesleept naar de landingen die langs de... We zien het. Uitverkoop. Dat bedoelde Shada. Sale. Uitverkoop van Suriname. Maar vecht u met name in het parlement, hoor. Doet u het goed. Schreeuw. Toppie. Pap. Maar je eigen mensen in de binnenlanden. Gewoon in een span. Je laat ze gewoon. En zoals Cindy zegt, er is geen rode lap. Niks aan uiteinde. Steek te ver uit. Hoe vaak hebben we dat niet gezegd en gezien? Te zwaar beladen ook voor de vrachtwagen. We hebben dat gezien toen bij de Bosbrug. Toen helaas daar iemand is overleden doordat de vrachtwagen te zwaar beladen was. De remmen het niet deden en die meneer moest uitwijken en rijdt zomaar iemand die daar gewoon naar huis reed dood. Maar we gaan een schreeuw in het parlement. We onderwerpen ons niet aan regels. Hiervoor moet u schreeuwen. Als u daarvoor schreeuwt, dan kom ik u joinen ook nog. Dan help ik mee schreeuwen. En daarom was ik absoluut zeker blij met dat van president Ali. Hij heeft zijn mensen geroepen, brada, je doet het niet, hoe komt het? Dat duurt te lang, dat ding moest al lang uit je project, hoezo? Eén ingenieur is hier maar, waar zijn die anderen? Geweldig. Ze stonden met een mond vol tanden, chienne stonden ze. Goed voor ze. Gloria, je moet Ellen Sleur uitnodigen om zijn verhaal te doen. Hij heeft gedetailleerde info met satellietbeelden over de ontbossing in Suriname. Het is verschrikkelijk. Ja, we blijven het gewoon doordoen. Maar we gaan, nogmaals, de mensen die zich hiervoor druk moeten maken, die moeten gaan voor controle, die moeten gaan voor wetten, schreeuwen om heel andere zaken in het parlement. Shame on them. We hebben leiders gehad en nog steeds die van zichzelf, familie en vrienden houden, maar niet van het land en volk, zoals ze zich voordoen. Nee, absoluut niet. Met de klimaatrommel moeten er juist meer bomen op de aarde geplant worden. Trieste voor woorden. Een en al vernietiging, zegt Helen. En ja, en zo, zeg maar, hebben we onze mensen in het binnenland. En natuurlijk, we kunnen niet zeggen dat het binnenland alleen is voor de inheemse en de Marons. Dat zeggen we niet. Maar het is wel hun leefomgeving. Maar net zoals we geen bestemmingsplannen hebben voor Paramaribo, dat iedereen gewoon een loods kan bouwen naast je huis en je zonlicht weghaalt en je wind weghaalt. Zo doen we dat ook in het binnenland. We hebben gewoon lak. En niemand komt met een bestemmingsplan. Niemand zegt we moeten gaan decentraliseren. Niemand. Dus een paar keer groept iemand wat en een Maar kijk naar de wapenfeiten. Wie heeft dit hoog op de agenda staan in het parlement? En volgens mij zijn het voorzitters die de agenda bepalen. Welke voorzitter heeft u gezien die dit hoog op de agenda plaatst? Nobody. En zoals meneer Hikmat zegt, Iwan Kombaka, komen pe, fudusan. Waarvoor wil je nu terug? Waarvoor wil je blijven? Om wat te doen dan? Onze basale dingen hebben we niet eens geregeld. Ons onderwijs is gewoon een en al een trieste bedoeling. En ik ga hier aandacht aan blijven besteden. Het is te gek voor woorden. 2015 internationaal veroordeeld. Suriname, niks meer gebeurd. Onze mensen in het binnenland. En vandaag gaat de zaak voor van de mannen. De 6 jonge mannen.
die een en ander hebben gedaan op, in mei 2023. Het was een grimmige situatie. De chauffeurs die hadden er in principe niets mee van doen. Die moeten gewoon hun geld verdienen. Dus die worden ingehuurd en die gaan rijden. Die nemen maar mee. Kun je zeggen, hebben zij verantwoordelijkheid? Die zou ook kunnen zeggen, ja. Net zoals die meneer die toen op de Bosjebrug de chauffeur... Eén chauffeur zei toen hij reed, hij zegt, no, ik ga niet verder rijden. Want mijn remmen, asana goboen, allemaal stop. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, ook voor zichzelf. Vervolgens zegt hij dat aan de chef of wie. En die zegt, oké, dan spang. En die belt gewoon een andere chauffeur. Of hij informatie heeft gegeven aan die chauffeur waar het aan zit. Waar. En die chauffeur die wil geld verdienen, die gaat. En tijdens het rijden merkt hij, en zelf, zoals meneer Ernst had uitgelegd, je hebt een x-aantal handelingen die je doet voordat je je vrachtwagen gaat rijden. En zeker als die beladen is met spul. Dat je checkt. Op je dashboard moeten de lichtjes aan zijn van iets. Je moet je remmen controleren. Dat allemaal is niet gebeurd. Vanwege het feit dat onze bomen weg worden gekapt. En onze vrachtwagens niet gecontroleerd worden. Nog steeds kunnen ze over de brug, hè? Verdoos? Kunnen ze nog steeds over de brug? Wel een bepaalde tijd of maakt niet uit? En voor 6 uur 's morgens of zo, of vanaf something like that, oké. En als het daartussen wordt de politie op begeleiding. Het is heel erg triest hoor mensen. Misschien moet ik daar weer een keertje gaan staan waar ik stond met Hennens. Dat was volgens mij bij, waar we dat net zeggen, is dat Powaka die of Biggie Poika? Waar is dat, die grote rode die je net liet zien, waar al die vrachtwagens vandaan komen? Is van mij Biggie Poika. Ja, rechtdoor en dan ga je eens Biggie Poika. Misschien moet ik weer daar een keertje gaan staan om te laten zien hoeveel vrachtwagens er voorbij gaan. En hoeveel buiten te ver uitsteken. Is gewoon geen controle. Is gewoon een Wild West. We hebben het toch net gezien, mijn collega liet het net zien. Die ene vrachtwagen, heeft u gezien hoe ver het naar buiten stak. En we praten er niet over. We maken ons niet druk. We maken ons gewoon niet druk, hè. Maar dit is vernietiging van onze natuur. Het is wie dan leeft, wie dan zorgt. Van na mij de zondevloed of zo, zeggen de zonvloed. Kan me niet schelen, nu leef ik, dus kan me niet schelen wat mijn kinderen en kleinkinderen gaan meemaken. Onze kinderen, onze kleinkinderen die hier wonen, die gaan het ons toch kwalijk nemen. Stel dat je boeven, geboefte, je hebt niet eens iets gedaan om ons land te... mooi te houden en te preserven, te beschermen. Over een jaar of 2, 3 doen we hetzelfde gesprek over deze problemen dunnetjes over. Er gaat niks veranderen. Wauw, drop the mic. Shada zegt, de natuur zal wraak nemen. Ga lekker door met vergiftigen van bodem en wateren. Kap de bomen maar lekker door. Dan ga je lekker klagen. Oh, wat is het heet. Oh, wat is weer overstroming. Het regent. Het begint bij jezelf. De NDP-fractie heeft tegen de wet gestemd. En welke wet bedoel je dan? Omdat hun functionarissen flink hebben genoten van de oververkopen van dure dienstwagens. Ah, tegen die wet van die dienstwagens bedoel je. Tegen zeer lage bedragen, dubbele salaris en wurgcontracten. Aha, oh, je bedoelt de laatste wet. Waarin eigenlijk men zegt van, we moeten dat ding gaan stoppen. Dubbele salaris moeten we gaan stoppen. I agree. Dubbele salaris. En dan moet ik, een van de commissieleden is de heer Ram Kusul. No. Een van de VHP-fractie was een van de commissieleden over het... moet ik hem gaan uitnodigen, zodat hij ons gaat uitleggen wat is die wet die is aangenomen. Want iedereen is groot van wie het kruis heeft tegen zichzelf. Wat is die wet precies? Is er dat dubbele salarissen worden gestopt? Prima. Verkoop van auto's goedkoop, stoppen ermee, broer. Om een lange in ook aan doen, om een ziekenfonds naar je familie, was je maar 1 jaar minister, stoppen ermee. En tegen die wet hebben ze tegengestemd. Ram Kusul heet hij. Ram Sukul. Ram Sukul. Ja, Sukul. En onder de vorige regering zijn heel veel concessies uitgegeven. Ja, ik begreep van mensen dat de weg naar Apura. Er is heel veel is uitgegeven. Het is gewoon te triest voor woorden. Gewoon te triest voor woorden. Dat is wat we doen. En nogmaals, ook ik
heb er weinig aandacht aan besteed. Ook ik heb het ding te weinig belicht, omdat ik er ook niet veel van weet. En daarom is het goed, weet je, ik zeg altijd, we praten over, maar niet met. En daarom gaan we volgende week kijken om iemand uit te nodigen vanuit die inheemse samenleving, om ons precies te vertellen. Gewoon te vertellen, zodat we weten, toch? Want weten is meten, zeg maar. Ne? Dat je weet wat er gebeurt, dat je op de hoogte bent van zaken. Dat is wat wij proberen met ons hier bij Rasonic, is informatie te verstrekken. Dat u de juiste informatie heeft, dat ik niet iets ga roepen dat niet is onderzocht, maar de juiste informatie geeft, zodat mensen weten en zeggen, ah, dat wisten we niet. Is dat zo? Ik wist bijvoorbeeld niet het jaartal van die veroordeling van die 2015, dat Suriname internationaal is veroordeeld. We weten het vaak niet, want we worden er niet, we praten er niet over. We krijgen er geen informatie over. En dat is wat we willen doen. We willen zorgen dat de informatie komt bij u. Zodat u op basis van de juiste informatie kunt praten. Of keuzes kunt maken. Omdat u de informatie heeft. Door middel van stukken. Door middel van feiten en mensen die zelf komen vertellen. Dat, en eigenlijk we owe our people. We zijn het verschuldigd aan onze forest keepers. Dat wij goed hun aandacht geven. En meten is weten. Oh ja, ik zei weten is meten. Meten is weten. Inderdaad, met Takayesan. Ja, Kishan Ramsukul, inderdaad. Hij was ook hiermee bezig. Van mij was een van de commissieleden, denk ik, die hierover heeft gesproken. Ook stoppen met wachtgeld van ministers die niet meer in dienst zijn bij de overheid. Inderdaad, laten we ermee stoppen. U bent 1 jaar in dienst geweest. U heeft recht op 1 jaar desnoods. En je ziekenfonds met je gezin. En daarna is het klaar. Bent u 5 jaar in dienst geweest, zou je kunnen zeggen, oké, zo. Dan moeten we naar die wetten gaan kijken. Er zijn heel veel wetten. En ik ben benieuwd waarom de, en dat moet ik dus ook gaan doen. Dan moet ik ook de oppositie uitnodigen om te weten, waarom heb je dan tegen deze wet gestemd? Ik moet eerst weten, wat is die wet? Meneer Ramkuzul, kom, Sukul, kom uitleggen, wat is die wet? Wat is het punt, hekelpunt bij de mensen? En de andere uitleggen, kijkt u ook de gelegenheid, hoor en wederhoor, dat willen we graag. Ons vertellen, waarom was u tegen die wet? Wat is er iets in die wet dat niet goed is? Was aan sluipko in zee? Want dat moeten we ook niet hebben natuurlijk, hè? En, maar goed, het blijft nogmaals, ik denk, als je basis niet goed hebt, als je niet hebt gewerkt om je basis in orde te hebben, dan ga je constant dingen doen en je fundament is niet goed. Onze inheemse broeders en Marantmoeders zijn ons fundament. Zoals Shardat mooi heeft gezegd, zijn de keepers van onze forest. En wat doen we met onze mensen? Wat hebben we gebracht voor ontwikkeling? Wat hebben we gebracht om te luisteren? Hoe vertegenwoordigd zijn ze binnen onze samenleving? Dat we ook rekening houden met hun leef- en woonomstandigheden. Het zijn tribale volken die op een andere manier leven. In landen worden ze hun rechten wel beschermd. Ik heb het gezien gisteren, nogmaals, ik zeg het vanmorgen, zoekt u het op. Het was in Nieuw-Zeeland, in het parlement, waar de oorspronkelijke bewoners in hun een bill, hoe noem je dat, een wetvoorstel gedaan. En ze hebben het zo gescheurd en ze hebben hun eigen dans en hun eigen dingen gedaan. We konden het niet laten zien, denk ik. En dan zie je hoe mensen ook protesteren in het parlement. Van, hé, wacht even, je gaat te ver. Wij zijn de oorspronkelijke bewoners. Je kunt niet buiten ons. Je kunt niet zomaar ons aan de kant zetten. Dat kan toch niet? Dat zou mooi zijn. Oh, mooi zijn niet. Je kunt me, also, je pot me aan de kant, dan kom je gewoon daar in mijn huis doen wat je wil. Dat kan niet. Ook al woon ik in een straat, ben ik deel van die omgeving. Het is wel mijn huis, toch? Nou, zo hebben onze mensen echt in de steek gelaten. Ik ga mijn collega vragen over... Harold zegt... Wat gaat er gebeuren wanneer mensen hun wild, hun vuil hier en daar gaan dumpen? Ja, ze zien wat er gebeurt. Onze stad wordt vuil. Misschien kun je een pokoe even laten horen. Ik weet niet of je inheemse pokoes. Net zeg ik volgens mij wat inheemse bij hiervoor. Maar nogmaals, laten we de aandacht aan blijven besteden. Ik ga hier echt aandacht aan blijven besteden. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht behoeven. En dit is één van ze. Dit is echt niet normaal. Hoe wij stelselmatig onze broeders en zusters hun rechten hebben vertrapt.
Ongelooflijk. En? Wat kunnen we doen om het te doen, om het te stoppen, daarover praten? Aandacht vragen, aandacht vragen, aandacht vragen. Zeggen, dit kan gewoon niet. Raad zegt, zolang het economisch slecht gaat, moeten alle salarissen van bestuurders, regeerders en directeuren van staatsbedrijven terugbrengen. Die moeten ze gewoon even on hold zetten. Nog een verhoging in komen. Beschaving, zegt Sharda. Dit soort dingen waar je over praat, geeft de natie de mate van beschaving aan in een land. Van ons is om te huilen. Alleen de elite profiteert. Ja, hoe kunnen we dat veranderen? Door te eisen van, ik wil het hoog op uw agenda zien. Uw politiek programma. En ik heb alle politieke buitenparlementaire gekregen. Hè. Dit heb ik niet gevraagd. Omdat ik het toen niet, ja, eigenlijk geen aandacht aan heb besteed. Shame on me too. Shame on me. Dus I have to change that. En nu ga ik vragen, hoe hoog staat het op uw agenda? Ja, hoog. Oké, waarom? Vertel, wat heeft u al die tijd gedaan, al die jaren? U bent jarenlang lid van een politieke partij. Wat heeft uw politieke partij concreet gedaan om dit vraagstuk eens en voor altijd goed op te pakken? Wat heeft u gedaan? Uw partij. Waar staan ze voor? Onze broeders en zusters, maar wel gaan naar het binnenland om in één keer stemmen te hebben. Dan ga je zien, longo, alles mijn longo. En als je zover bent, let me know. We zijn zover, ga even luisteren naar een toegang. We stoppen trouwens om 10:00, want het is vandaag een persconferentie bij het OM. Daar willen we bij zijn. En er is een persconferentie bij KPS. Daar willen we ook bij zijn. Dus ik stop om 10:00. Ik vond het belangrijk om deze zaak onder uw aandacht te brengen. Ook onder mijn eigen aandacht. Ook onder verschillende mensen. Dat we zien hoe we zijn omgegaan met internationale uitspraken, vonnissen. Hoe wij als Surinamers met onze eigen mensen omgaan. Maar wel mooie sier maken daarbuiten over het groenste land ter wereld. Maar onze keepers van onze forest hebben ook gewoon op gespuugd. Ready that the way you pour it, you die, oh, and yeah. What a poco maro, need you die, oh, and yeah. You pacoro etando cose, you pacoro etando cose, you pacoro etando cose, cariñane etando cose, you pacoro etando cose, you pacoro. Carretaro, arrotando, carretaro, arrotando,
apasioné. Arotando, carotando, arotando, carotando, 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 pipi, arotando, cochoteba, arotando, copipiwa, arotando, cochichiwa, ja, dat was een nummer van onze inheemse broeders en zusters. Ik heb niet kunnen verstaan wat ze zingen natuurlijk, want eigen taal. Ik weet dat ik een paar jaar geleden heb gesproken met een paar in Wageningen. Van mij de Carib. En die zeggen, we spreken bijna onze taal niet. Niets hebben ons geleerd. Ik sprak gisteren met de inheemse Fredison, mevrouw Fredison van Mata. Die binnenkort, die zondag gaat naar Trinidad om een training te volgen. Ik denk dat we, laat me het zo zeggen, het is onze plicht om te kijken ook naar die groep van onze burgers. Die een groot deel toch, onze eerste burgers van Suriname, om aandacht te besteden aan hun. Dank jullie allemaal voor het kijken en het geduld om te luisteren naar dat ene onderwerp over de mensen. Ik hoop op een goede afloop voor de zes jonge mannen die vandaag hun vonnis zullen horen bij de rechtbank. Ik hoop dat in overweging wordt genomen de aanloop naar deze verschrikkelijke dag. Doden zijn gevallen, dat is natuurlijk nooit goed. Gijzeling praat ik niet goed, maar laten we in consideratie nemen. Wat is er al die jaren gebeurd? Eigenlijk al honderden jaren. Worden ze achteruitgesteld, worden ze uitgebuit en vernederd en vertrapt. En dat moet echt anders. Mijn tijd gaat dus nu stoppen, zoals ik al zei. Ik ben iets eerder. We zijn er aanstaande maandag weer. Ik wens u alvast een goed weekend. Doe het! Laten we het beter doen. Ciao. Van het kabinet De Uil. Het kabinet Aaron houdt zijn woord. 25 november onafhankelijk. Ja!